Maar dat wordt met die ASM. En dan had ik het naar binnen. Jari. Zeg je? Oké. Is het toch warm? Ja. Ga je aan het uiteinde van de training? Nee. Wel niet? Dat moet ik niet. Ah. Veel supporters op de stream.
Mag ik de muziek weer gaan? Ja. Wat hem te vertellen over u? Ik heb een goede tijd tegen de buurt. Maar het duurt in twee is al moeilijk. Ik ben de beste, de eerste 80 kilometer. Heb je een zelf gepitst? Moet ik doen? Ik heb een klein beetje maar goed. Een beetje maar goed. Waarom? Vind je het te goed voor nog copyright te zijn? Dat is niet meer. Nou, dat is toch. Je hebt niet goed
schouders. Zeg maar wanneer. Ik heb wel dat ik niet in een boog voorbij rijd. Zonder hem te gebruikt hebben. Ja. Toen zei dat het een bergaf is en een veertje. Hè. Tableau. Even omhoog. Nee. Dat is direct een eerste klim. Ja, ja. Hier gaat de link af, denk ik. Niet zeker, maar ik denk het wel. Ah, dat kan niet. En dat is een andere kant. Thank you.
als 3-4% dus probeert je wel wat duur te zetten. Wat maar. Een blok of zit er niet aan blok? Nee. Oké. Dan heb je het wachten nog. Als je camion inzet, dat je zeker in deze groep blijft, hè. Onder te trappen. Zeg je dit? Op mijn lijf kan ik allemaal een heel stroom. Als we het raam dicht moet je het zeggen. Doe je met plezier toe. Die trappen zeker? Ja, zullen we hier een trap hebben. Je gaat nu eigenlijk richting de volgende klim direct. Het is helemaal plat zeker? Het eerste stuk valt plat, ja. Je hoeft daar niet op kop te rijden. Teugeltjes zal dat ook niet doen.
Hey, dat is wel rap terugvinden. Wie heeft dat toch? Etienne van Empel. Dat is ook een prof. Voel je? Ik heb hier toch geen schrik. Heb jij dus geen schrik? Ja, ik heb het. Nog even. Er is nog niemand weg. Van de Kofferman. Amai. Sterk een beet. Ja. Die heeft wel veel van die races gewonnen, maar dat kan niet dat je dat volhoudt in de afdaling en zo. Wanneer heb je
Sorry voor de vertraging. Maar 14,5. 31 en 44,5. Er zit er nog een knik tussen ook en die kan ik, dat is naar 20. Dus 14,5, 20, 32 en 44. In andere woorden, binnen 1 kilometer is gebogen. Dat is een bende. De kleine kaart boven rechts kunnen we doen. Er is eigenlijk geen goede plaats om je helmje te gebruiken. Boven!
Dat wordt een top van boksen. Oké. Op dat vlak stuk boven. Maar boven verder, hè? Ja, maar voor dat vlak, voor de banner dat vlak stuk. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, oké. Okay, ja. De boven is er, de papa is er. Everyone's here. Je vader, ja, ja. Het is wel verwonderlijk dat je nog met zoveel bent. Super mat. Ja. Nog een minuut of niet? Ja, zes denk ik. Wat een Bas Baudet. Bas Baudet, dit. Zeg je? Wanneer die deze dan? Vijfentwintig. Ja, ongeveer. Dat staat er niet bij aangeduid, maar het profiel kan ik afleiden ongeveer 25. Ja. Nadine is de afdaling die hier gaat naar boven. En dat is. Wat wil die dat bedankt als je? Nee, het scherm blijft continu staan nu. Achter mij gewoon. Ja.
Boven is zo dat vlak stuk, dan die een banner, dan een beetje naar beneden en dan nog dat kniksje bij. Hè. Ja. Weet je al waar ik een keer gehost geweest ben in die koers? Dat is super mega. Ja. Nee, met die afdaling die komt, dat kun je proberen, ja. Als je er zin in hebt. Maar liever winnen toch. Dat er wel zijn die redelijk op de limiet zitten. Die erboven wel kutaf krijgen, maar als die nu op de limiet zitten, gaan die ook niet meer reden om te winnen.
En dan tot laat zeer vast. Goeie move, goeie move, goeie move. Goe, 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 goe. Paf er naartoe. Naar beneden en dan is het gewoon direct terug stijl omhoog. Hele camion. De teugels en aerotukken, dat is niet, dat is geen tegenslag natuurlijk. Oké, de volgende klim. Tops at 32 kilometer. Thank you.
Het probleem? Wat? Het probleem? Ah, oké. Dus 2 kilometer dan erboven en dan is het de hele tijd vlak is tot op 2 van de meter. Thank you.
Even aan het uitstretchen. Rijdt het fucking hard. Oh! Oh! Dat is een droom! Oké, dus... Even de info. De arrivé ligt aan de banner van Box Hill. Dus je komt daarboven... En dan heb je... Nee, dat stijlstuk naar beneden. Dat je direct in de andere richting van de wipker omhoog nog hebt, hè? Dan naar beneden en dan is het arrivé. Meer wat lang betaald. Ja. 37 seconden. Ja, dat wel, maar... Ja. Het zal redelijk tactisch zijn. Ga je aerotukken, ga je niet aerotukken. Op dat stukje. Zoiets. Vooral als niemand er meer terugkomen bij. Oef, ja, die hangt er ook nog wel. Sterke beesten. Waar je daar nog een tijd voor? Ja, boom. Ik heb wel een teugels, maar welke slaat is hier niet uit de vakken af? Ja, je zet hem wel proper en alles. Hè. Je gaat achteraf wel op Instagram je dingen moeten posten. Je hartslagcurve. Nee, iedereen zegt dat. Op YouTube? Ja. Sorry. We hebben het wel problemen. Ja, maar ik heb het al 10 keer gezegd. Last minute problem, we kunnen het zo. Die beer, juist voordat we dat ding naar beneden hebben daar? Of?
Vroeger. Duurt maar 15 seconden, hè, die weer. Ja, roep maar. Gaan we winnen of niet? Nee? Hoe lang is je op zo'n tijd, hoor? 2,4. Met je uitloper. Met je uitloper bij. Pak 2,7 van aan de voet tot aan de finish. Normalized 375? Ik weet niet, ik zou je toch liever zien winnen. Ja, de teugels. Oh, en je gaat toch gaan, hè? Ja, gast. Iedereen is dat blok, hè, kom. Nee, nog eerst heb ik een hupje ertussen door. Ik moet erachter gaan, maar ik heb niet komen.
streepjes. Je ziet op dat koer, vanaf wanneer, dat ben ik ook al. Ik ga beginnen met een minuutje van de gang. Vanaf 2,4 begint het zeker omhoog te gaan. Dus als je 2,5 of 2,6 omhoog begint te gaan, dan zijn we zeker omhoog aan het rijden al. Allee, dat gaat niet meer naar beneden, bedoel ik. Ja. Op YouTube zegt iedereen TT op de last hill. Zeker 20 mensen. Ik heb gevraagd, TT on the last hill or sprint to the finish? En iedereen zegt TT on the last hill. En er sommigen die zeggen, boat. Die andere begint ook met een minuut 600 plat. Vanaf nu is het omhoog tot 300 meter voor de finish. Weet je nog? Oh, grande, grande explosione. Grande, grande. Dubbeltje gaat. Kom aan de mat.
Godverdomme, hè. Route complete. Ik ga een ander straat doen, hè. Ja, ja. Hoe kan dat? Wat? Hoe kan dat die zo sterk zijn? Je wil straks pas commentaar geven, zeker? Niet te veel opname afronden. Was het goed? Was het goed? Ja. Ik wil de muziek uitzetten als de gasten niet willen vragen nog. Ja, ja. De jogclub, dit doet mij denken aan de koers in Niel. Ja, ja. Wat wil je zeggen, Bobby? Wat wil je zeggen? Always full gas. Yeah, this is a good one.
Ja. Goh, ik ben geen Zwift-specialist, maar ik ben ook doe voor iedereen pijn. En dan is het altijd mooi om direct van de start de beentjes in het zuur te zetten voor iedereen. Ik heb een leuke workout gehad. En James, wat zijn die mannen sterk toch? Voor de vroege tijd natuurlijk het niet, maar misschien iemand die tot zo'n vivo in Aro kan bijstaan in het hooggebergte, dat kunnen we zeker gebruiken. Ja, inderdaad. Ik denk dat Lennert zijn passages op de e-race zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Daar wordt zeker over gesproken, zijn wattages zijn gewoon zijn echt opmerkelijk zeker. Deze vandaag was maar een paar korte vibraties, maar ik heb vorige week van begin tot einde gevolgd. En dan wist ik al wel, als ik dat tempo 50 minuten kan rijden, dan wordt het heel moeilijk om hem op klimmetjes van 5 minuten in moeilijkheden te brengen. Ik ben volgende week een beetje specifiek toewerken naar het openingsweekend. Daar hebben we. Daar moet ik niet. We zullen het zien, maar als ik het parcours heb bekeken. Vandaag was een mooi parcours. Mooie klimmetjes. Zo'n criterium als volgende week. Dat spreekt mij net iets minder aan. Ik ga zeker kijken waar zelf mee doen zal dat niet zitten. Misschien wel Jeff mee doen. Nee. Hoeveel niet meer. 100 maar. Gewoon 100 op de maximum. Nee, 100 nu. We hadden er 220 zoiets. Ik weet niet wat dat veel is. Een serieuze vraag van de jogclub. Hoeveel watt wordt er gereden in een wegkoers? In een wegkoers? Veel minder dan vandaag. Maar het is dan ook wel veel langer. Maar wel. Ik denk mijn record ooit was een keer in de Ronde van België en daar deed mij dat ik niet had gewonnen. Dan heb ik wel 360 normalized over 4 uur tijd. En nu had ik tot aan de voet van de laatste toer 368 normalized. Met de laatste 10 erbij zal dat waarschijnlijk 380 normalized zijn geweest. Maar in de sprint is dat is 220 normalized ook al goed. Nog vragen? Other questions? Other questions? Now is the time to ask questions, eh? Hmm?
Bobby is planning a comeback. Of yeah, Jog Club is planning a comeback. I hope it, I think it's Bobby, I'm not sure. Because Seppen already did his comeback. Bobby comeback in Miel. What do you think? If you come back in Miel and you can beat me again, you can go out packing for the delivery. Marie zegt dat je een bek moet houden. Dat is niet waar. Your chain is looped, is coated instead of looped. Why? I don't know, really. can you see my chain? Nee. Nee, maar er was er een die zei, je moet olie op je ketting doen. En ik zei, oh, dat is niet waar. Die ketting is gecoat, er moet geen olie op. The other side of olie is... this chain is looped, there is no loop on it, but it's just a normal chain from KMC. And to me it sounds quite smooth. Yeah, for me. Have you nog tips for herstel na zo'n Zwift rit? I think yourself you're in the ice that you spring it. Dat is een minuut. Lekker bossen rijden. En op tijd gaan slapen. Difficulty was set to 50%. Fair difficulty 50%. How can you be so strong? It's insane. Oh, look, I got filmed. Allee, we gaan bye. Train je veel op Zwift en alleen? No, never alone. Never alone. Bye! Bye, mannetje. Zo ja, dag. Goeie streamkit.